Hoe belangrijk is verstedelijking voor de economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening van Suriname? Verstedelijking van Suriname, de ruimtelijke ordening. En zo, wat was er nodig? Je zag in Suriname geweldige uitmigratie. Mijn stelling was toen dat de opwaartse mobiliteit van Suriname in geografische zin eindigt in West-Europa. Omdat Suriname heeft onvoldoende mogelijkheden voor opwaartse mobiliteit voor zijn eigen bevolking. En onvoldoende mogelijkheden voor het scheppen van voldoende sociaal-economisch aanvaardbaar emplooi voor de jongere generaties. Is een structureel gegeven dat zich in Suriname heeft voorgedaan vanaf 1805 voor de vrije bevolking. En dat is consequent genegeerd. En ik vond dat je daar iets anders op moest doen. Wilde je dat doen, dan zou je nieuwe steden moeten maken met grote middengroepkernen. En we hebben dus toen modellen gemaakt waarbij we dus die middengroepkernen zouden maken. Die steden zouden maken met grote middengrote bedrijven en al dat soort dingen. Hoe je dat zou kunnen bereiken. En dat is tot vandaag, die statement die zijn tot vandaag nog valide. In feite, ze zijn veel sterker geworden. Maar is onze bevolking niet te klein daarvoor? Nee, onze bevolking was niet te klein daarvoor. Ik zeg je net, de Surinaamse samenleving had onvoldoende structuur om voldoende sociaal-economisch emplooi te maken voor zijn bevolking. En die bevolking die was erg stedelijk georiënteerd. Dat lag aan ons onderwijs. En ook aan de levensfilosofie van de Surinamers. De Surinamers kenden maar één manier van vooruitgang en dat was via de intellectuele ladder. Ja, dus niet via de materiële, maar via de intellectuele ladder. Je moest studeren, hard studeren, je best doen. Geld sparen en dan zien dat je ergens aan de slag kwam in een ander land. En dan door moest gaan studeren. Dat is één. En die beroepen die waren er toen niet gewoon. Dus de kinderen, de mensen die hier studeerden, die moesten weggaan. En die gingen ook weg. Dat is eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, de uitmigratie van dus, de beter ontwikkelden in Suriname. Dan krijg je heel merkwaardige dingen. En ik zal je een van de statistieken die ik zo uit mijn hoofd nog herinner, is dat in 1940 telde de Surinaamse samenleving 185.000 zielen. Op hetzelfde tijdstip telde Nederlands-Indië 18.000 mensen uit Suriname afkomstig. Wat een groot verschil. Die 18.000 mensen in Nederlands-Indië, dat waren topografen, landmeters, verpleegsters, onderwijzers, civiele technici, machinisten, plantageopzichters, dat hele middenkader van Suriname zat daar. Waarom? Er was geen werk voor ze hier. Ja. Dus dan gingen ze weg. En dus, dat zijn dus, en die tendens heb je altijd gehad. En dat moest een keer komen. En als je dat wilde komen, dan moest je zorgen dat Suriname dus nieuwe urbane mogelijkheden had. Paramaribo was te klein, had geen groeiperspectief. In die zin. Dus ze moesten een andere economie starten. We hadden toen dus, in feite die estuarine ontwikkelingen van de Suriname rivier. En ik zei, dan moet je een parallel maken erop. En wij hadden dus toen gedacht dat je een parallel moest maken aan de Kopename. Dus we hebben toen een gebruik gemaakt met een stel mensen die met me werkten. Het TCESA-programma. Het programma voor de ontwikkeling van een nieuw stedelijk centrum aan de Kopanama, de Wayombo-monding. En dit gebruikten we de codenaam Sabaru. Dat is de Indiaanse naam voor dat gebied. En ook hoe we dat dus wilden bereiken. Het andere punt dat ik had, was het kon niet met ontwikkelingshulp. Het moest alleen met eigen inspanning. Want als de ontwikkelingshulp was, dan was het synthetisch, kunstmatig. En als die ontwikkelingshulp zou wegvallen, dan had je best kans dat de stedelijke ontwikkeling zou in zou storten. En dus het moest met eigen inspanning. En die eigen inspanning die kan alleen dus door rationele landsbegrotingen. Met reële besparingen. En een fiscaal systeem dat dus op die besparingen, op die ontwikkeling van die besparingen is afgestemd. Dat was voor mij later, dat is die stelling een paar jaar later, toen Suriname onafhankelijk moest worden. Aan die mensen te zeggen, hou je ontwikkelingsgeld. Ik was een fervente tegenstander van dat Suriname geld kreeg. Ik zei, wat Nederland ons moet geven, zijn afzetgaranties voor onze producties. Voor 30 jaar. Tegen wereldmarktprijs plus een bepaald percentage. Dan kunnen we die stad ontwikkelen, dan kunnen we doorgaan. Het heeft in Suriname geen wortel geschoten, dat idee. Inderdaad, zijn we dus nu momenteel bezig om het ontwikkelingsplan samen te stellen. Die is nog in draft, dat moet nog aangeboden worden. Daar moeten nog een aantal rondes van consultaties in plaatsvinden. Maar als het gaat om verstedelijking, als het gaat om ruimtelijke ordening,
Even los van die aspiraties en die opwaartse sociaal-economische mobiliteit, is er denk ik nu een aspect dat veel, veel dringender speelt met betrekking tot verstedelijking. En dat is klimaatverandering. Als je kijkt naar de zeespiegelstijging, je kan online, heb je een grafische weergave van hoe de wereld eruit ziet. Als alle ijskappen zouden smelten, nou, dan blijft er van Paramaribo niks meer over. Een ander stukje is, als gevolg van klimaatverandering, zal zeg maar de frequentie van extreme weersomstandigheden zal flink gaan toenemen. En als alles en iedereen nagenoeg geconcentreerd is op één plek, dan is dat natuurlijk, we zeggen dat in het Engels, you're putting all your eggs in one basket. Dus dat is een ander aspect, los van de inefficiëntie die we ervaren. We wonen steeds verder, maar het gros van de werkgelegenheid is in de stad. Dus als je volgens mij vanuit Google Earth naar de stad zou kijken, dan zie je eigenlijk dat we met de meest krankzinnige dingen bezig zijn. We wonen steeds verder en met onze grote SUV's proberen we in die stad te komen en overal te parkeren. En dat is natuurlijk niet te doen. Dus je merkt het dan ook dat over relatief korte afstanden, we heel veel tijd kwijt zijn, dus heel erg inefficiënt zijn, maar ook heel erg vervuilend zijn. En dat betekent dus ook dat als je bijvoorbeeld kijkt per handeling die we plegen, dat de footprint daarvan relatief hoog is. Toch? Ik woon niet ver van hier, we zitten nu in Torarica, maar om hier naartoe te komen moet ik een hele omweg maken, dus mijn footprint om hier te komen is een peperduur programma. Is dus heel erg hoog geweest en daar moeten we definitief van afzien te komen. En de enige reden daartoe of daarvoor is om, ja, je moet die stad, ik zeg ik elke keer, je moet die stad als het ware uit elkaar trekken. Ja, die stad uit elkaar trekken, dat is één. En de manier waarop je doet is twee. Ja. En je hebt dus meerdere stedelijke centra nodig en die moeten meerdere functies vervullen voor de omliggende gebieden. De grote tegenstand die we door de jaren heen hebben gehad, komt uit de financiële wereld. Het moment waarop je een nieuw stedelijk centrum bouwt, betekent dat je op wat betreft grond concurrentie hebt. Dat betekent de grondprijzen in en om Paramaribo gaan omlaag. De kosten van de anderen die gaan omhoog. En de andere mensen in die gebieden die krijgen betere kansen om voort te kunnen gaan, om te moderniseren. En dat hebben de banken hier door de jaren heen stelselmatig afgehouden. Dus zoals voor stedelijke programma's in het verder afgelegen gebieden die competitief zijn voor wat betreft woningbouw, was er geen financiering voor mogelijk. De overheid zelf heeft voor wat betreft de uitbreiding van woningbouw, sociale woningbouw, voornamelijk om Paramaribo geconcentreerd. Ja. En dat heeft dus afrechts gewerkt. De negatieve effecten ervan die zetten zich nu nog steeds voort. En om ze om te keren op korte termijn, ik denk dat dat een heel ingewikkelde zaak gaat zijn die je gaat in de eerste plaats de politici duidelijk moeten maken, maar het zou moeten beginnen met de wijziging van je kiesstelsel. De wijziging van je kiesdistricten. Ja, die zou dus zou meer evenwicht moeten brengen erin. En in de tweede plaats, voor wat betreft de toewijzing van economische activiteiten aan deelgebieden, zou daar ook een verandering in moeten komen. En dan heb je dus wel, dus, dat zijn dus die punten die we hebben aangewezen. Je kan van Mungo heel snel een prachtig mooie stad maken als je het een bepaalde economische bestemming geeft. Ja. Hetzelfde geldt voor, hoe heet dat ding daar, Braunschweig, Pockigrong, dat gebied. Groningen. Groningen, ja. Hetzelfde geldt voor die. Dus, maar je moet het consequent doen en dan heb je dus een mooie spreiding, waar je, als je in de komende 5 tot 10 jaar eraan gaat werken, een situatie krijgt waarbij je dus tegelijkertijd ook alle maatregelen kan nemen om de hoofd te kunnen bieden aan de zeespiegelstijgingen, alle klimatologische, alle gevolgen die de klimaatverandering voor Suriname met zich meebrengt. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.